Wat zijn uw meest memorabele momenten? Oh, ik heb er wel een aantal meegemaakt, maar ze zijn niet allemaal voor de camera bedoeld. Uh, het meest memorabele is natuurlijk het verhaal van het onverdoofd slachten. Iedereen weet dat dat toch een, een proces van Echternacht geweest is om, om dat de erdoor door te krijgen. Um, in elke partij waren er voor en tegenstanders. Um, toen we eindelijk een akkoord hadden, uh, binnen de meerderheid kwamen we weer anders tussen gefietst. Hè. De, de Joodse gemeenschap, de moslimgemeenschap, die toch ook wel uh, belangrijk waren uh, in dat debat. Uh, heel veel gesprekken meegevoerd, uh, maanden aan een stuk. En dan uiteindelijk is het dan toch uh, gelukt. Ik herinner me nog van dat er zelfs mensen zijn opgestapt uit een partij, um, dat de media daarop op zaten, daar waren verschillende uh, protestmarzen. ja, hey, die hier uh, voor de deur stond. Um, dus daar zat wel wat druk op. En uh, toen onmiddellijk hebben we beslist van een verbod op onverdoofd slachten, daar waar het mogelijk is, dus voor kleine herkauwers. Um, het was nog niet mogelijk, het post-quad-stunning verhaal, want die wilde ik technisch natuurlijk uh, verrunderen. Ondertussen hebben ze daar ook verder evoluties in gemaakt, dat die nu ook verdoofd kunnen worden voor het slachten. Toen was het nog van kijk, de halsnede en onmiddellijk de verdoving, omdat die, die dieren, dan waren die niet meer halal voor de gemeenschap. Maar daar zijn nu ook evoluties in, dus dat dat nu ook uh, verboden is. Nadeel vandaag, in alle eerlijkheid, is dat we natuurlijk zien dat er nog heel veel vlees wordt ingevoerd. Kunnen we vanuit het Vlaams parlement, dat konden we vanuit het Vlaams parlement niet regelen. Um, er wordt minder uh, geslacht, er worden meer giften gedaan uh, vanuit de moslimgemeenschap. Maar het kon natuurlijk niet de bedoeling zijn dat er meer werd ingevoerd. Dus daar kijken we het ook nog een beetje, wat we toen ook gezegd hebben, naar het Europese niveau om daar uh, een oplossing uh, voor te bezorgen. Hè. Want dat was toen ook het pijnpunt. Hè. Er is nog adviezen gekomen van de Raad van State en Europa heeft dat. Ik denk dat dit het voorbeeld is van hoe lang en hoe traag een decreet eigenlijk tot stand kan komen. Maar allee, het was vooral. Positief vond ik dat het uiteindelijk wel erdoorgekomen is. Wat zijn uw slechtste herinneringen? Mijn slechtste herinnering is eigenlijk het ontslag van Joke Schouwvliegen geweest. Um, ik zat in haar commissie Landbouw. Zij was eigenlijk de minister waar ik het vaakst allee, voor dat beleid zo mijn contact mee had. Um, en als je dan zag hoe dat gegaan was in de media en ook, en ook binnen haar eigen partij natuurlijk, dan hij is mij altijd bijgebleven van hoe, hoe erg het en hoe hard het eraan toe kan gaan in de politiek. Um, de ene dag allee, ben je minister en de andere dag uh, zit je terug in op, de, op de bank uh, tussen de andere parlementsleden. En, en zonder enig allee, afscheid, enig eervol afscheid uh, ja, aan de kant gezet en vervangen. Dus zo snel kan het gaan. En ik had niet bijzonder een speciale band met, met, met Joke Schouwvliegen. Uh, ik had met mijn vragen in de commissie en de antwoorden van haar en af en toe een, een goede discussie uh, in de plenaire vergadering. Maar op menselijk vlak vond ik dat toch wel bijzonder erg en dat is me wel altijd bijgebleven. Ik zeg altijd: de vierde macht en een van de belangrijkste machten vind ik vaak is de media. Daar uh, moeten we ook eens een debat over voeren, vind ik. Uh, en als je zag ja, hoe dat het eigenlijk de uren en de dagen daarna crescendo ging, dan voelde iedereen aan dat het, dat het niet langer houdbaar was, natuurlijk. Hè. Maar de manier waarop en dan uh, vooral de pijnlijke manier van, van, van de interviews. Ik herinner me nog de beelden als ze met haar partij als ze naar buiten kwamen, waar ze dan bij was. Dat was echt op dat moment letterlijk door het stof gaan. En op menselijk vlak vond ik dat bijzonder erg voor haar. Wat zijn uw verwezenlijkingen? Ik heb me in verschillende beleidsdomeinen beziggehouden natuurlijk. Het onverdorslachten is er één van en ik denk dat we op vlak van dierenwelzijn samen met de minister toch, toch heel wat stappen vooruitgezet hebben vorige legislatuur. Um, maar ik heb toen ook gezegd, je moet altijd zien dat je, dat je de bevolking nog mee hebt. We hebben heel veel stappen vooruitgezet. Het, 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 het verbod op nertsenkweken is er ook nog gekomen. Er zijn verstrengingen gekomen, um, het verbod op vlagraproductie. En nu was het even tijd, want iedereen was bezig met dierenwelzijn en hadden wij, had ik zelf zoiets van ja, kijk, dierenwelzijn is belangrijk. Allee, ik denk dat het beste bewijs ben door mijn verwezenlijkingen dat ik het wel belangrijk vond. Maar er zijn ook nog andere beleidsdomeinen die belangrijk zijn. Dat het wel nodig was dat er terug een beetje ja, gas werd teruggenomen en een evolutie laten ontstaan in het dierenwelzijn. Dus daar hebben we heel wat, heel wat kunnen doen. Er is denk ik een kunstmatig conflict tussen landbouw en dierenwelzijn. Want ik heb heel veel landbouwers bezocht toen ik in de commissie zat. Um, ook in mijn regio ken ik een aantal landbouwers. En die boeren die zijn heel respectvol naar hun dieren toe. Die, die kunnen niks doen met een dier dat ziek of gewond is. Dus die, die zijn altijd vragende partij geweest om mee te gaan in, in stappen vooruit op, zaak, op vlak van dierenwelzijn. Maar natuurlijk, alles op zijn tijd. Ik herinner mij heel het debat van de kippenstallen. Er is verplicht geworden van, van, van geen kooikippen niet meer, maar verrijkte kooien. De landbouwers doen die aanpassingen. Nieuwe legislatuur. En wij komen af, ja eigenlijk moeten die kooien ook weg. Wat ik daar straks kom te zeggen, we moeten natuurlijk wel zorgen dat, dat dat iedereen kan volgen, dus die debatten worden gevoerd, maar dat gaat natuurlijk wel iets trager. Maar uiteindelijk hadden we de landbouwers wel mee, omdat zij zelf door niches en door, door uh, ja, kwaliteitsgaranties dat zij begrijpen van kijk, wij moeten het verschil kunnen maken op een Europese markt. Wij moeten naar een kwaliteitslabel gaan en niet enkel een labeltje, maar er moet echt fundamenteel iets veranderen. Er zijn een aantal landbouwers die, die, die speciale rassen kweken dus, en die verdienen wel hun boterham nog. Dus ik voel dan ook wel op termijn van ze gaan mee in het verhaal. Maar wij moeten ook wel respect hebben voor de landbouwers en, en er zijn andere partijen die dan dierenwelzijn en landbouw of natuur en landbouw tegen elkaar zetten. En ik denk wel dat we erin geslaagd zijn voor de legislatuur, zeker op het einde, om die, die, die een beetje meer te verzoenen. Een ander decreet wat ik zelf uh, heb uitgewerkt, is dat, uh, het op het, uh, sorry, de verplichting uh, van rookmelders. Dus ik, ik, las, allee, ik zat in de commissie woon, dus met, met het huurdecreet, wat we ook hebben gevormd, um, las ik rookmelders verplicht in huurwoningen van dat bouwjaar, zijn verplicht vanaf dat jaar. Allee, dat, was heel een, ja, dat was onlogisch hoe het in elkaar zat. En Dan had ik een decreet geschreven. Als ik eerst naar mijn minister gegaan. Uh, wat moet dat nu? heb weer bijkomende verplichtingen, maar ik heb dan toch doorgezet. Moet dat is natuurlijk het lot van de parlementslid. Moet je eerst, als je de meerderheid zit, je minister overtuigen? of enfin, nee. Eerst uw fractie overtuigen, dan uw minister overtuigen, dan uw coalitiepartners overtuigen. Dus dat was ook geen evidentie, want niemand was concreet ermee bezig. Niemand had door in het begin hoe ja, ridicule eigenlijk die regelgeving en complex in elkaar zat. Dat we zouden zeggen van kijk, verplicht dat gewoon in elke woning. En, en dat is een kleine kreet, maar ik ben er nog altijd ontzettend fier op. Want als ik nu in de krant was, vorige week nog uh, mensen gered door uh, wakker te worden van de rookmelder, dan heb ik wel nog altijd zoiets van, ja, oké, okay, dat is wel iets wat ik vind, wat, wat ik goed gedaan heb. Wat is het grootste pijnpunt van het Vlaams parlement? Het grootste pijnpunt van het parlement is volgens mij dat dat, en dat was vorige legislatuur zo en dat is nu denk ik niet anders, uh, iets te vaak de waan van de dag. Of alleszins de indruk van de waan van de dag. Ik heb daar vaak ik heb een aantal discussies met de vorige voorzitter, Jan Peumans, over gehad. Ik zeg: Jan, op woensdag de plenaire vergadering moeten we een actuele vraag stellen. Dus dat betekent in de praktijk dat je eigenlijk het nieuws achterna holt. Want wat deden parlementsleden? Wij sloegen de krant open bij wijze van spreken. Oh, en ja, hier is iets gebeurd en iedereen wist welke vragen op woensdag aan bod gingen komen. Dat ging dan zo ver natuurlijk dat sommige parlementsleden probeerden ervoor te zorgen om op maandag of dinsdag eens in de krant te krijgen en op woensdag een vraag te kunnen stellen. Dus ik had altijd zoiets van, ja, ja dat moeten we echt eens herbekijken, die actualiteitswaarde die volgens allee, het reglement van, van het parlement noodzakelijk is om een vraag te kunnen stellen op woensdag, vind ik eigenlijk achterhaald. Ik vind dat als een parlementslid maanden aan een dossier werkt... Dan zou hij of zij op het juiste moment in de plenaire vergadering tijdens een actuele vraag naar de minister daar mogen over ondervragen en in zijn dossier brengen. Nu is het vaak, zo ja, steek van politiek, de waan van de dag. Wat vindt u van de nieuwe parlementsleden? Ik geef ze nog even respect. We zitten natuurlijk met corona, ze hebben nog niet echt heel vaak en heel veel werk kunnen doen hier. Iedereen werkt van thuis uit. Dus het is eigenlijk een heel, raar, een heel rare start nu. Of enfin, starten zijn wel even bezig uh, van de parlementaire werking. En ik hoor ook van collega's die hier nog wel nog zijn. Die zeggen van ja, het is toch anders dan vroeger. Er zijn ook heel veel nieuwe parlementsleden, dus uh, die moeten zich ook nog allemaal inwerken. Nu, ik was ook nieuw in mijn tijd. Dus we moeten die mensen natuurlijk wel de tijd geven uh, om zich in te werken. Maar ik merk wel dat er een, een, een nog fellere verruwing is van, van de politiek en van het debat. Er zijn een aantal partijen die, 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 die altijd maar hetzelfde roepen, vaak ook nogal, nogal inhoudloos, niet met tegenvoorstellen komen, maar die krijgen dan wel ja, de aandacht en de airplay telkens op elk debat waar het over, over gaat hetzelfde te zeggen van uh, politici zijn zakkenvullers en de arme man in de straat. Ja, zo kun je natuurlijk niet elk debat gaan voeren. Maar het gebeurt vandaag wel en ik zie dat het, dat het wel werkt uh, voor sommigen en dat dat niet echt in vraag gesteld wordt. Dat is natuurlijk aan elke partij om, om, om zelf te zien hoe ze de lijsten samenstellen. Natuurlijk, er moeten nieuwe mensen komen, hè? er moet vers bloed komen. En ik was uh, in 2014 zeker, toen ik binnenkwam, was ik zelf ook nieuw, heb ik het ook moeten leren. En op zich uh, gaat dat wel vrij snel, maar mijn advies is aan nieuwe parlementsleden altijd geweest. Ik heb er een aantal ontmoet. Ik zeg: focus je op twee, maak ze om drie thema's en zorg dat, dat je daar de specialist in zijt. En laat de rest aan anderen over. Het parlement is groot genoeg, er zijn voldoende parlementsleden. Zorg dat je twee thema's hebt die van u zijn en claim die. En laat anderen het doen. En dan kun je ook specialist worden op iets en eigenlijk op relatief korte termijn. Mist u het parlement? Ik heb in alle eerlijkheid nog niet veel tijd gehad om het parlement te missen. Ik heb het geluk gehad uh, om in Centruide truiden uh, eerste schepen te worden. De dus zes maanden gelijk lopend met het parlement toen we eigenlijk aan het einde zaten. Um, en ik ben daar eigenlijk alle dagen bijzonder actief. Um, ik heb redelijk wat bevoegdheden en ik neem die taak ook echt wel serieus op. Ik luister heel veel naar de mensen, ik ga naar heel veel mensen. Um, ik ben bij alle vergaderingen, dus uh, ik ben daar heel druk bezig en ik doe dat bijzonder graag. Ik had altijd gedacht van dat het parlement nuttig en belangrijk was ook om te kunnen combineren met uw lokaal werk. Maar ik heb het geluk, ik heb rechtstreeks lijnen bij de ministers. Uh, ik kan bellen als er ergens een probleem is. Ik volg ruimtelijke ordeningen op in mijn stad. Ik zie heel vaak van, dit decreet, dat klopt toch niet. Dat vertraagt en dat, dat werkt niet. Dat moet aangepast worden. Goed, ik zit hier nu zelf niet meer, maar ik kan perfect naar de minister bellen of naar haar kabinet en zeggen van, kijk, willen jullie dat eens bekijken om te zien of dat niet aangepast kan worden. Dus het is wel belangrijk dat, 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 dat je als lokale... Politicus een lijn hebt met je partij in Brussel, maar het is niet 100% noodzakelijk om hier dan zelf te zitten. Uiteraard, als ik hier opnieuw verder kan werken aan een aantal thema's, zou ik dat wel graag doen. Maar dan zou ik een aantal dingen moeten herbekijken ook in Centruine. Wat doet u nu? Ik ben dus nu bezig uh, voltijds met mijn schepenmandaat in sint -Ruiden. Ik ben scheper van ruimtelijke ordening en wonen en sociaal wonen. Dus eigenlijk het verlengde van de thema's die ik in het parlement ook al opvolgde. Maar nu zie ik het dan eigenlijk van op het concrete terrein, want het is vaak in Brussel nogal een bubbel en, en abstract. En nu heb ik de, allee, het geluk dat ik lokaal kan zien van hoe werkt dit uh, in de praktijk. Verder ook nog erfgoed. Uh, wij zijn een erfgoedstad in sint -Ruiden. Afgelopen decennia is er heel weinig gebeurd, heel veel verloedering van monumenten. Dus daar zijn we nu volop aan het werken om plannen te schrijven, een aantal herbestemmingen door te voeren. Dus uh, dat is bijzonder boeiend en, en daar zie ik ook ja, de resultaten van, van hetgeen dat, dat je doet natuurlijk. Hè. Ik heb ook nog een, nog een immobiliërkantoor in sint waar mijn partner en ik uh, samen het vastgoed in sint doen. Ze hebben daar vaak kritiek op, maar vrij... Ja, inhoudloos en zonder argumenten. Ik, ik, ik behoed mij ervoor om in Centraal de vastgoed te, te verkopen. In mijn kantoor zal u geen enkel nieuwbouwproject zien, of geen enkel dossier zien waar ik zelf bij betrokken ben. Dus um, dat gebeurt niet. Dus het is heel vaak roepen. Ik ben natuurlijk een heel makkelijk doelwit hè, in, in dat opzicht. Anderzijds, ik weet ook al waar het over gaat, ik weet wat belangrijk is, ik weet wat nodig is op de woonmarkt. Dus ik denk wel dat de ervaring die ik daar heb heel nuttig kan zijn voor het lokale beleid in zaken wonen. En al de rest, ik zeg altijd, oftewel komen jullie met een dossier en met bewijzen wat ze niet kunnen, oftewel zwijgen jullie. Maar dat is zo'n beetje ja, die goedkope populistische politiek die er blijkbaar goed in gaat bij sommige mensen.